Ja. Je zult zo niet zien dat het iets met radiomatrisme te maken heeft, maar het is een papradio. Een SDR-ontvanger, die me toegestuurd werd door een vriend van mij uit Frankrijk, om eens uit te proberen. Wat gaan we doen? Hier komt de USB op. Wat was die ook alweer voor? Eentje is voor geluid, dan had ik de andere weer iets te snel. Dat staat er wel op. USB, oh, aard en antenne natuurlijk. Dus dat is deze, aard en antenne. En daar komt het geluid uit. Het is echt top simpel. Meer aansluitingen zitten er niet op. Er zit een leuk etuietje, zit een cd bij. Ik weet niet of het opschrift te zien is. De papradio.